En dan nu. Dit is uit de trailer. Pop, pop. What? En nu zien we dus heel dat kasteel. Dat gaat helemaal omhoog de lucht in. Holy moly. De helft breekt ook af. What? Ook de tweede aflevering van Zelda Tears of the Kingdom nemen we op bij Nintendo. Niet in mijn eigen studio. En als je de vorige aflevering niet hebt gezien, ga die sowieso kijken. Want het begin van deze game is insane. Zo tof. Net zo tof als deze tak. Nee, oké. Okay, nee. In de vorige video zagen we Zelda, Ganondorf, een Link met 100.000 hartjes. En nu hebben we nog maar 3 hartjes. Gelukkig hebben we wel hemelzwammen waarmee we onze hartjes kunnen herstellen. Oh, en lekkere appels natuurlijk. Oké, dit zijn geen goblins. Dit zijn geen goblins. Oh, ze vlot. Oh, nee. Oh, nee. Mijn zwaard is nu al kapot. Ik moet met takken gaan slaan. Hop, ze vlot. Hoe konden we ook weer lokken? Kom dan. Hoppakee. Oh, mijn tak is kapot. Ik moet een nieuwe tak pakken. Deze zijn best wel sterk trouwens. Ik moet even extra takken pakken. En wat is dit? Een Zonoïde soldaathoorn 1.0. Een mesachtige hoorn van een Zonoïde soldaat. Hij is scherp, dus het gebruik ervan is niet zonder risico. Oké, nou dan gaan we die sowieso gebruiken. En een energiebron van de Zonoïde. Oh, maar het is geen wapen. Ik dacht dat het een wapen zou zijn. Nou, even wat extra takken meepakken hoor, nu ik geen zwaard heb. Oké, maar de game wil duidelijk dat wij hier gaan kijken. Ja, en dat snap ik, want hier... Oh, een houten stok. Ik dacht dat dit een zwaard was. Oké, wat moet ik hiermee doen? Oh my gosh. Dit lijkt op een dik groot golem. En het leeft. Wat gebeurt er? Wat doe je? Oh! Dit is zo'n Zonai. Maar is het de echte Zonai of is het dit? We gaan erachter komen. Zonoïde lakai. Jawel. Ik heb op u gewacht, Link. Prinses Zelda heeft iets voor u bij me achtergelaten. Wat? Wanneer? Hoe? Is Zelda bij de Zonoïde? Het is een Pura tablet. Oh, ik dacht de Sheikah Slate. Nee, maar die zag er inderdaad net even anders uit. Mij is verteld dat het een waardevol voorwerp is. Ja, nou zeker ja. Ja, die wil ik wel. Super deluxe Nintendo Switch. Het lijkt echt op een Nintendo Switch. Holy shit. Deze lijkt nog meer op een Nintendo Switch dan de Sheikah Slate. Oké, dit is de Pura tablet. En we moeten hier naartoe. De zoektocht naar Prinses Zelda. Dankjewel, man. Mij is verteld dat Prinses Zelda wacht op de locatie. Die wordt weergegeven op de kaart. Oké, geen tijd te verliezen. Ik wil naar Zelda. Maar dit is de tuin des tijds. En dat? Dat is de tempel. Oh, de tempel destijds. In lang vergane tijden werden de rituelen en ceremonies van het koninkrijk voltrokken. Zoals u kunt zien is het nu een eenzame plek die niemand ooit nog bezoekt. Oké, ik wil niet meer praten. Ik wil eerst naar Zelda en dan naar de tempel. Let's go. Oké, wat gebeurt er als ik dit aanraak? Dan wordt er een brug gebouwd. Toch? Link de bruggenbouwer. Ja, 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 ja. Nice. Oké, top. Even appeltje meenemen hoor. Oh, hier is nog zo'n mannetje. Kan ik potten kapot gooien? Kan ik potten kapot slaan? Oeh, daar zitten appels in. Hallo? Oh, bent u hier voor het eerst? Jazeker. Was u van plan dat te gebruiken als wapen tegen Zonoïde soldaten? Ja, nee. Denk het niet. Maar ik vraag toch even wat het zijn. Zijn degenen onder ons die de strikte opdracht hebben gekregen om dit land te beschermen? Ze moeten alle indringers van ons land om zeep helpen. Ze zullen u ook beschouwen als indringer. Neemt u ze alsjeblieft serieus. Ze zijn werkelijk een bedreiging. Ook, oh, als ik ZL ingedrukt houd, dan kan ik focussen. Ja, dat zocht ik net, ja. Dankjewel voor deze tip. Oh, ja, 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 dat was hem, dat was hem. Ja, Breath of the Wild is alweer een tijdje geleden dat ik die gespeeld heb. Ja, we moeten wel die kant op. We moeten naar de tempel destijds om Zelda te zoeken. Ja. Ik denk, ik spring gewoon. Dat ging toch de hele tijd goed? Oh, oh, ik sprong te ver. Spring in het water. Juist. Yo, what up? Kom dan. Hier, 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 hier. Oké, jullie zijn helemaal niet zo sterk. Yo, wat is dat? Wat is dat voor beest? Oh, is een ooievaar of zo. Hallo. Ja, ik... Hallo? Nou, ik doe je niks, jongen. Ik ben niet op zoek naar Kentucky Fried Chicken. Hier, kom dan. Op je bakkes, jongen. Let's go. Bop, 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 bop. Au. Kan ik ook verdedigen? Soms wil ik ook verdedigen, jongens. Oh, maar die stokken gaan gelijk kapot gewoon op het moment dat ik ze op hun hoofd gooi. Oké, dat is misschien toch niet de beste optie. Wat ze flat. Oeh, ik heb een lange stok. Maar... Oh, ik kan niet nog meer wapens dragen. Nou, dan gooien we deze gewoon weg. Doei. Zo lossen we dat op. Zelda, ben je daar? Oh, hier zit iemand te chillen. Wat is dit?
Een geroosterde hemelzwam. Oeh, nice. Oh, dat heb ik geroosterd. Ach, laat maar, neem het alsjeblieft. Yo, dankjewel, zonoïde lakijtje. Dit is de eerste keer dat we elkaar moeten, zeker. Als u vragen heeft, zullen wij ze beantwoorden. U vroeg me naar roosteren. U kunt ingrediënten roosteren door ze vast te houden en dan dicht bij het kampvuur te plaatsen. Hij heeft geen smaak. Eten jullie niet? Oké, ik ga deze neerleggen. Appel. Gaan we appel roosteren. De geroosterde appel. Ja, die hield wel meer. Luister, kan ik zonoïde soldaathoorn roosteren? Nee, daar gebeurt niks mee. Let's go, Link! Let's go, we gaan naar de tempel des tijds. Oh my gosh, dit is zo cool. Dit is awesome. Dit zou zomaar het spel van het jaar kunnen worden, jongens. Dit is gewoon insane. Zo lang hierop gewacht en nu is die er eindelijk. Oh, jij hebt een schildje. Hoppakee. Die voor jouw schildje. Au, nee, laat me rust. Laat me rust. Yo, deze guy is wel sterk trouwens. Oh, ik kan zijn schild stelen. Lekker, en ik wil ook jouw verroeste zwaard pakken. Oh, maar dat kan ik waarschijnlijk nog niet pakken. Oké, kom hier. Dat zwaard mag niet naar beneden vallen, vriend. Hoppakee, lekker dit. Oké, mijn lange stok is toch bijna kapot. Doei, lange stok. Geef me dit zwaard. Kijk, dit begint er een beetje als Link uit te zien. Een schild en een zwaard. There we go. Ik geloof niet dat zij al hier is. Oké. You shall not pass. We mogen er niet door. Hoezo? Heb ik de verkeerde hand gekregen? Ik wilde je niet laten schrikken. Nou, dat deed je wel, vriend. Ik ben degene die eerder tegen je praatte. Ik ben ook de oude eigenaar van die arm. Dit is Rauru. Oh, wat een baas. Meester van de rechterarm. Mooie titel. Hele mooie titel. Helaas heb ik geen fysieke vorm meer. Nee, je bent een spirit geworden, een geest. Ja, wel bedankt voor je arm, vriend. Wordt heel erg gewaardeerd. Je arm zou de deur open moeten kunnen doen. Maar het heeft de kracht er niet meer voor. Lijkt wel op Gordon, die heeft er ook nooit de kracht voor. Je kunt de kracht herstellen. Maar dan moet je naar een plek vol heilig licht gaan. Oh my gosh. Maar, oké. Maar het is toch niet zo dat ik dan pas helemaal aan het einde van het spel hier naar binnen kan? Ik moet eerst de shrines gaan doen, dus. Oké. Is goed. Let's go. Oké, volgens mij was dat hier dan. Dus daar naartoe. Oh, sorry. Waar is trouwens mijn geroosterde appel? Dit is raar. Oké, ik ben weer vol, maar ik moet wel nieuwe ingrediënten hebben. Oh, wat is dit? Oh, pijlen. Oké, ik heb alleen nog geen boog, maar ik neem die pijlen sowieso mee. Zo, maar hier is wel flink geschoten op iemand. Door hem. Nee, ik wou kruipen. Hier. Ik pik je oude houten boog. Lekker dit. Zo, maar deze zwaarden gaan wel snel kapot, man. Als ik nou hierop klim, hè, en ik loop hierop, ga ik dan gliden? Oh nee, ik moet gewoon... Moet ik gewoon lopen? Oh my god. Moet dit echt zo? Moet ik daar naartoe? Ja. Nou, nee, eigenlijk niet. Ga maar terug, Link. Ik dacht ik kan gewoon gliden of zo, joh. Is er nou weer iemand om mij te schieten? Hier, vriend. Op je oog. Lekker dit. Oké, dus we moeten hier omhoog. Ik wil deze wel hebben. Sprintzwam. Oké, let's go. We komen al dicht bij de shrine in de buurt. De tempel van Ukwa. What up, Ukwa? Oké. Oké, dus met die arm kunnen we geheime portals maken of geheime deuren openen. Alright, de eerste shrine, jongens. Hey, daar is Rauru. Daar ben je. Dit is een lichttempel. Ik heb hem lang geleden gevuld met een klein deel van mijn kracht. Licht is hier in overvloed en ik denk dat het de verloren kracht in die arm van jou kan laten ontwaken. Oh, dus trek je rechterhand maar eens uit. Oké, is goed. Handshake. Dus alles draait om lichtkracht bij dit volk, denk ik. Oké. Wat is dit?
Dankjewel voor iets. Het is de ultrahand. De kracht om objecten vanaf een afstand te verplaatsen. Je kunt er dingen mee creëren waar je voorheen alleen maar van kon dromen. Gebruik deze kracht om het einde van de tempel te bereiken. Als je dat kunt, is de ultrahand daarna van jou. Challenge accepted. Oké, de ultrahand is geactiveerd. We gaan deze vastpakken. Kunnen we gewoon zo doen, toch? Ja, gewoon een bruggetje maken. Ja, ik zat al moeilijk te doen, maar dat hoeft helemaal niet. Oké, ultrahand, let's go. Oké, dit kunnen we aan elkaar vastmaken, maar wacht. Deze vastpakken en dan gaan we hem draaien en dan aan elkaar vastmaken. Lekker! Misschien moet ik toch maar ooit Minecraft gaan spelen, jongens. Ze zijn toch beter in bouwen dan ik denk. En als we deze nou meenemen en die wat omhoog halen hier, zo ja, hier. En dan zo laten zakken. Ja, dan kunnen we ook naar het kistje. Beter zit hier wat goeds in. Geef mij goede loot. Geef me een keer een shirt of zo. Ik loop nog steeds in mijn blauwe blote bas. Nee, ik heb een barnsteen. Ja, die kunnen we misschien ook nog wel gebruiken. Die kennen we nog uit Breath of the Wild natuurlijk. Ik zie een haak. Laten we die haak pakken. En die kunnen we dan draaien. Oké, ja, dan hangt dat ding eraan. Ja, oké. En dan hebben we denk ik dit plateau nodig. Oh, hè? Huh? Oh, nee! Mijn haak is weg! Ja, dat is niet handig, hè? Kan ik niet gewoon deze meenemen? Dan zijn we toch klaar? Ik bedoel, ik kan deze toch ook gewoon hier neerleggen? Zo, ja. Oké, very nice. Kijk, daar zit ook weer zo'n beeld in. Huh. Dit zijn de koningen van de Zonai, denk ik. Het is knap dat gij deze plek hebt kunnen bereiken. Wij zullen u nu voorzien van het kwaadverdrijvende licht. Ja, super bedankt. Hoppakee, lekker Linky. Oh, dat gaat ook gewoon gelijk door mijn arm heen. Een lichtbol. Het kristal dat het nobele licht uitstraalt waarmee het eeuwenoude kwaad is verzegeld en gezuiverd. Mogen de lichtbol u van kracht voorzien. Nou, dat komt wel goed, denk ik. What up, Roru? Fantastisch hoe je de tempel bent doorgekomen. Je hebt nu 1 kracht hersteld. We moeten nog 2 lichttempels bezoeken. En dan kunnen we de deur van de tempel destijds openen. Als je de tempels verderop markeert op je kaart. Ja, dat had ik net ook gedaan. Ja, de verrekijker. Waar is de verrekijker? Dus daar is de 1. Oh, en daarboven helemaal, joh. Ik mis mijn zweefzeil. Ik wil gewoon zweven naar de overkant. Oh, maar nu ga je natuurlijk alles verkennen. Nu ga je natuurlijk dit doen. Dit aan elkaar vastmaken. En dan deze ook eraan vastmaken. Zodat je uiteindelijk zo naar de overkant kan. No. Kan ik nu ooit nog naar de overkant? Hey, wat is dat? Wat is dat? Hier, kom. Is dit een korok? Mijn eerste korok, ja! We hebben weer een korokie gevonden. Een korok zeg ik, jij bent Hestu niet. Is Hestu er nog steeds? What? Als je Hestu tegenkomt, geef dit aan hem terug. Ja hoor, een korokzaadje. Ik ben benieuwd wat de ultieme beloning zal zijn voor alle korokzaadjes in Tears of the Kingdom. Nou, leuk je gevonden te hebben, joh. Ik was eigenlijk op zoek naar meer houten planken, zodat ik alsnog daar naartoe kon. Wacht, ik denk dat ik de oplossing weet. Als we nou gewoon eens hier naar binnen gaan en dan gelijk weer eruit. Kijk, zie je? Dan liggen die planken daar gewoon weer. Ja. Ik heb toch wel iets vaker videogames gespeeld. Oké, en dan deze hier vastmaken, ja. En dan dit vastpakken en dan gaan we er nu even goed voor staan. En dan draaien, ja. En dan kunnen we nu wel naar de overkant. Lekker. Oké, en ligt hier dan ook nog iets waar we wat aan hebben? Of heb ik dit nou gewoon voor niks gedaan? Ik hoor wel een of ander mysterieus geluid. Hoorde je dat ook? Het is een soort van kerkklok of zo wat ik hoorde. Ik weet niet of dat hiermee te maken heeft hoor. Kijk, er komt. Oh, kijk, hier is Raudu. Yo, Raudu. Er is hier geen tempel, maar ik ben wel benieuwd wat je te zeggen hebt. Ik zie dat ze zelfs nu nog hun werk verrichten. We hebben de Zonoïden oorspronkelijk gecreëerd om ons te helpen. Ze waren dierbare vrienden van ons allemaal. Oh ja, dit zijn de Zonais. En dan hebben ze Zonoïden. En dat zijn dan die hulpjes. Oké. Ik had niet verwacht dat ze hun werk tot op heden voort zouden zetten. Ik voel me er enigszins ongemakkelijk bij dat ze zo hard hun best blijven doen terwijl hun werk niet meer nodig is. Ga je bomen hakken? Dit heeft wel wat zieligs inderdaad. Zij hebben gewoon wel alles overleefd en zij blijven hun taken gewoon doen. Oh, dit is wel cool. Wees gefocust, sta recht voor de boom. Ik ging volledig op in mijn houthakkerswerk. Bent u hier ook met het doel om hout te hakken? Ja. Jawel, bomen worden gekapt en verwerkt tot boomstammen. Boomstammen kunnen gecombineerd worden tot bouwsels of verder uitgewerkt worden tot houtbundels. Oké, ik ga dit zwaard weggooien. Het is toch bijna kapot. En dan pakken we deze bel. Gaan we boompie hakken, jongens. Hoppa! En dan kunnen we dit ook weer slaan en hebben we houtbundels. Wat zit hierin?
pijlen. En wat is dit? Oh, er zit een bol zat daar ook in. Oké. Okay. Ah, dus die druïdes, die blijven gewoon aan het werk allemaal. Dus inderdaad wel een beetje zielig ergens. Oké, laten we even een brug bouwen. Oeh, hier is een vlieg. Ik wou die vlieg pakken. En een blad. Die nemen we ook mee. Een korokblad. Hij heeft genezende krachten. En als je het aan een stok hecht, kun je het als waaier gebruiken. Oké, we gaan deze twee boomstammen aan elkaar doen. En dan... En dan hoop ik dat we dit halen. Ja, dit zou moeten lukken. Laat me zakken. Zo. Kijk, bruggetje gebouwd. Ja, echt, Minecraft is er niks bij hoor. Ja, ik ben continu afgeleid. Wat is dit nou weer? Hier kunnen we op. Nou, ik denk dat we hier later misschien wel iets mee kunnen. Oh, wacht. We kunnen dit ook vastpakken. En dan kunnen we die bijvoorbeeld hier zo plaatsen. En dan kunnen we gewoon zo hier naartoe. Ja, nice. Oh jongens, dit wordt een gamepie hoor. Dit wordt een gamepie, niet normaal. Oh, kijk, ik heb weer wat gevonden. Een energielook. Oh, nice. Daar kunnen we gerechtjes mee maken. En we zijn nog niet eens echt heel erg in de buurt van die energietempel daar. Oh. Nee. Dude, ik wil niet vechten. Dat hoeft niet van mij. Jullie hoeven mij niet aan te vallen. Ik wil jullie helemaal niet bevechten. Jullie zijn eigenlijk mijn matties. Ja, het is dat jullie me aanvallen, vriendjes. Oeh, hier staan allemaal wapens. Nog een boog. En een ander zwaard. Oh, ik bedoel, een schild. En een verroest zwaard. Oké, cool. Oh, ik hoor een alarm. Oh, daarboven. Bro, niet mij aanvallen. Ik val jou ook aan. Hoppa. Daarom konden we het kistje nog niet openmaken. Deze man stond daar nog, potverdorie. Hij moest eerst alle vijanden verslaan. Ik had die guy niet gezien. Wat zit hier dan in? Het is een opaal. Kijk. Ik krijg steeds meer items die wat waard zijn. Oké, ik kan niet helemaal hier overheen zwemmen. Daar heb ik niet genoeg kracht voor. Of ja, niet genoeg energie voor. Dus dan moeten we vanaf die kant daar misschien. Ja, of we gaan een mega lange brug bouwen van al deze bomen hier beneden. Niet vallen. Oh, kijk deze wachter scannen. Zal ik gewoon een pijl op hem schieten? Wat een ziek idee. Lekker. Bam. Een dikke stok. Een dikke stok gemaakt van een tak van een grote boom. Niet erg stevig kan worden gebruikt om een schild weg te slaan. Kijk, dat kan soms wel lekker zijn. Oké, wacht. Oh, hier is een zeil. Oké, we kunnen misschien een bootje maken. Kijk, als we deze nou gewoon zo draaien. En misschien vastmaken hierop. Zo, hebben we dan een boot? Ja, kijk. En als we dit dan in het water leggen? En dat dan in het water leggen en dan... Link, klim erop! Oh, het idee is goed, jongens. Het idee is goed. Moet de boot langer? Moeten we een stevigere boot? Met misschien twee zeilen of zo. Oh, kijk, ja, dit werkt. Oh, oké. Ja, hij heeft dus twee zeilen nodig. Want ik heb nu deze eraf gehaald. Maar als we die dan ook hier aan de bovenkant vastmaken, dan... Hebben we nu een fatsoenlijke boot, jongens? Go, Link! No! Ja, potverdorie. Ik had toch net een boot die het goed deed. Ja, jongens, ik heb niet mijn diploma tot botenbouwer, hè. Kom op. Ik ben geen professional. Oké, dit... Werkt het nu? Ja. Ja, spring. Nee! Potverdorie. Ja, we gaan soort van. Maar niet heel overtuigend. Nou ja. Ja. Ik heb een boot gebouwd. Met extra motorzeil. Zeilmotor. Dit. Ik weet niet of dit de bedoeling was, om zo'n boot te bouwen. Maar hey, het werkt. En als het werkt, dan ben ik tevreden. Kijk, we zijn aan de overkant. Dus ja hoor. Ja, dankjewel boot voor bewezen diensten. Ik haal je ook even weer binnen boord. Zo. Dat mocht ik ooit een keer terug willen, dat ik in ieder geval een professionele boot heb. Ik had echt meer Minecraft moeten spelen. Tjoe galei. Het is inmiddels ook nacht geworden en... Oh, dan moet je kruipen, hè? Oh, nou, never mind. Ik wou die vuurvliegers pakken, maar dat lukt niet. Ik kan wel tjoe galei vinden. Ja, en dan zijn we nu eindelijk bij de tweede shrine. De tempel van Inissa. Oh, hallo? Wat kom jij doen? Ik wou jou niet eens verslaan, hè? Maar ja, jij kwam mij aanvallen. Dus dit was zelfverdediging. Ik denk dat we hier bommenkracht krijgen, want hiernaast... Kijk, dit kan je opblazen. In de volgende video pakken we deze shrine. Kanaal de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan voor deze prachtige game. En dan zie ik jullie allemaal bij de volgende aflevering. Mazzel!